Ja hoor mensen, het is 6:04 en nou, we zitten in een auto. Heerlijk. Hey, helemaal goed. Chitten achter het stuur, is bloed aan de muur. Helemaal normaal, hey. Hè. Maar we gaan lekker richting Frankrijk. Daan gaat er helaas toch niet mee. Dus we gaan met z'n tweetjes. Gaan we even langs Daan naar de koelkast ophalen. Geheugenkaartjes en dan let's go. Dan gaan we naar voren. Off to the south. Woo. Let's go. Dit zijn nou niet echt de tempertjes. Het is jammer, we zijn anderhalf uur onderweg. Ik heb het roer van Chit overgenomen, het stuur. En we staan in de vuur. Haaltje zakgeld. Dus na nog 4 minuten en we zijn eruit, hoop ik. En dan gaan we doorpranken, want we moeten nog 7:22. Ja, we zijn een stukje. Dus ja, dit ziet er niet heel goed uit. Ja, we zijn natuurlijk een keer studenten. Dus hebben op Google Maps hebben we tolwegen vermijden aangepikt. Ja, en dan krijg je zo'n toeristische route als dit. Ja, over heel het stuk, wat ongeveer 8 uur duurde, is maar 3 kwartier langer om het tolweg te vermijden. Dat is toch weer een kostenbesparing. Nou, dus tip van de dag. Wil je nou wat zien van het Belgisch en Franse land? Doe lekker tolweg vermijden. Ik zeg het niet doen. Ja, dames en heren, daar staat hij, het mannetje. Zo, we zijn er eigenlijk. En de hele dag rijden. Eerste indruk. Vijf. Eerste indruk. Mega mooi, maar wel heel groot. Ik ben zeer benieuwd. Zo, wie? Ja, geweest. Ja, weet je wat het is? Of ze vergen nu al. Een beetje het kleine zijtakje met de stuw dan. En dan heb je daar de Binnenzee. Niet normaal. Nou, iets. We hebben het grote water even achterwege gelaten. Ja, jongens, ik wil het liever niet, maar we zijn toch even off-road gegaan. Het is toch een beetje spannend met de bus. Ja joh, moet kunnen. Maar ja, er zijn hier 3 andere putjes. Hele kleine, we niks weten er niks van. Volgens mij mag het niet nachtvissen, maar we kunnen altijd even kijken. Het water waar we net waren, dat stond echt flink droog. Het was echt, het water super veel gezakt en sommige stukken stonden helemaal droog. Dus of dat nou heel goed is om te vissen, ik weet niet. Water. 20 minuten verder, nummer 3. Nummer 3, die ziet er echt mooi uit. Het ziet er wel weet mooi uit. Ik weet niet of je er mag vissen, überhaupt, en of je er mag nachtvissen. Waarschijnlijk mag je er sowieso niet nachtvissen. Laat zien. Maar we gaan even kijken en als het er mooi uit is, hebben we. Schijnlijk. Het ziet er echt mooi uit, hè? Ja, maar, het is echt een beetje te mooi om uit te zijn. Ja, dat is het ook. Vissen verboden. Kutzooi. Pesje interdieten. Jammer. Deze krijg je. En ondertussen dat wietje daarheen is gaan lopen, ga ik nu. Echt even een burger bakken. Het is 8:00. Ik ben helemaal naar de kloten. En ik heb echt honger. We gaan vannacht hier zo slapen. We mogen hier Niet vissen. 'S Nachts, overdag. Een 30 minuten na zonsopkomst. En als die ondergaat, moet je weer inhalen. We mogen hier gelukkig wel slapen. Dus. Ja, vannacht hier slapen, eerst stek aanvoeren, hengels klaarmaken en dan morgenochtend beginnen we vissen. Oh, wat is het weer een diepe zooibietje van de schee, wat is dit nou? Ja, weet je, hoort erbij. Bootje bijna vol. Dan gaan we niet minder doorvangen. Ja, ik hoop het. Oei, wat ziet er goed uit. Het staat er gisteren als de meten. Morgen vol met slijm denk ik. Niet normaal, lekker. Oké, jongens, het wordt missie opschieten. Ik sta hier met mijn waterpak. Missie opschieten. We hebben de boot vol, dieptemeter, markertje, powerbank en de diepe natuur. En mijn smartphone. En dan ga ik snel even op het water. 10 kilo tijgers. 10 kilo tijgers even volbraffen. Gaan we dan morgen overal vissen. Woehoe. Gaan we morgen de andere stekken aanvoeren, denk ik. En dan ga jij hier met je alles ordenen, richtjes knopen. Zodat we morgen een 30 minuten voor zonsopgang gelijk kunnen starten. Te kunnen vangen. Lekker man, gaat helemaal goed komen. Lekker. Oké, let's go. Weet je wat die sukkel heeft gedaan? Hij heeft de boot niet vastgemaakt. En nu drijft hij weg en kan hij er niet meer bij. Erin. Nee hoor. Gaat Wietse zijn eerste vangst van de sessie binnenhalen. Hij komt wel, hè? Ja, hij komt eraan, hè? Goed op zich. Ik ben trots op mezelf. Eerste worp. Teen raak. Gelijk beet.
gaat dan weer weg. Zo, er wordt weer hard geknoopt in de... Ja, in het avondlicht. In een beestenboel. Bizar, ja, en krekels en muggen en shit hier zit. Niet normaal. Maar goed, geen excuus. Het is nu 10:15. En ja, het is pikken donker. Stacks zijn aangevoerd. Dus nu gaan we alles helemaal klaar maken. En dan morgen... Sorry. En morgen denk ik 5:30 zo wekken. 5:45 liggen de hengels erin. Ja, hij moet goed komen. Ja, en dan... 6:30 eerste vis. Zo jongens, morgen. Het is 7:00. We hebben vannacht lekker hier zo geschapen. En ja, we hadden lekker om 5:45 gezet. Natuurlijk weer uitgedrukt. Het was best wel koud. En we waren zo moe. Ik ben helemaal kapot. Het shit is nog steeds moe. Dus ik ga eerst even een hengeltje ingooien. Maar je ziet hier zo 40 meter uit de kant, zie ik best veel activiteit. Dus daar ga ik eerst even de shot op. En de andere stack bij de marker. Ga ik net ook tijgen uit. Gisteren 2 kieltjes opgevoerd, verspreid. Dus daar gaan 2 hengels overheen. En dan het moet vast wel goed komen, toch? We gaan hem gewoon zien. Is cool. Oh jongens, ik word helemaal gek. Uit het niets gaat de wind een beetje meer op de kant. Je ziet het. En ik krijg toch een fluiter. Nou, niet normaal. Nooit zo hard gehad. En teringharde run. Ik probeer de vis vanaf de kant naar binnen te houden, maar lukt niet. Met chitter zit het dus helemaal aan de andere kant van het water met het bootje stek te zoeken. Nu heeft hij vastgezwommen en nu sta ik hier dan met mijn kromme top. En de vis die ik niet meer voel. Dus echt. Ah, oh, ik word gek. Beter zit hij nog aan. Dat is echt een dikke volgens mij. Maar shit, ik heb hem nu gewhatsappt en hij komt eraan als het goed is. Maar ja, het kan nog wel even duren, want we zijn niet met de motor. Hij is aan het peddelen. Oh, wat een kut zo zeg. Het is er dan over. Ik krijg het zo terug. Wel wat kut, het was echt grote vis. Ik voelde het gewoon, die eerste 20 meter kreeg ik hem wel. En op een gegeven moment voel ik de rijn schuren. Hij zit onder een tak en ja, we zijn hem kwijt. Helemaal echt kut. Zo zonder dit. Eerst maar wel erin. Echt ziek, ik had echt niet verwacht. Het is 30 graden overdag. Het ging wel iets mee waaien en op een gegeven moment gaat hij af. En in alle hectiek vergeet ik de camera te pakken, want dat is de hardste run die ik ooit heb gehad, jongen. Ik weet niet wat waar is, maar je zegt allemaal vissen zwemmen hier. Dus gooi je hier gewoon voer erin, niet? Denk je van? Nou, we hebben een marker erin gelegd en we gaan gelijk. Laat ze met je voer. Nou, hoe doen we dat nou? Parallel aan de stek, voeren in de rij van de marker. Ah, helemaal onderdoor. Ja, dat is altijd lekker, hè? Hey, onderrotten. Wel jij. Hey, niet zo anders geen. Kijk eens wat we hier hebben. Kip. Ik vind het eigenlijk niet zo goed mee uitzien, want het is namelijk al 1,5 dag uit de koelkast. En Wiets heb de eer om de eerste te proberen. Ja, weet je, ik ben in Azië geweest, dus als iemand er niet dood van had, ben ik het. Dat is waar, maar als jij ineens alles uitkotst, dan eet ik hem niet. Dat is niet handig. Dus dat scheelde. Dat scheelt. Dus, maar goed, ja, weet je, we hadden die koelkast. Die krijgen we dus niet aan. Zo. Een hele goede morgen. En kijk eens wat hier ligt. Een schepnet. Niets heb de eerste vis van de sessie gevangen. Hey. Ik ga gelijk even deze hengel weer uitvaren. Die kan genezen. Vrij slap. Dan ga ik jullie laten zien hoe ik dat doe. En waar ik hem precies zou leggen op zo'n verschrikkelijk groot megameer. Tot zoals je ziet. Hier heb je nog rotsen en onrein en daarna loopt hij mooi stel af van 1,1 naar ongeveer 3 meter. Ik ben er nog niet helemaal. En eigenlijk leg ik hem gewoon helemaal onderaan het taluut. Te hopen dat die vis gewoon langs het taluut zwemt en daar probeert te eten. En dan gooi ik gewoon een paar scherpe tijgernoten op en dan hoop ik dat het goed komt. Ja. Kijk eens wie daar loopt. Fucking take. Weet je wat we daarmee gaan doen? Die maak ik even voor. Gaan we even doden. Hij liep over mijn been heen. Ik zag hem. Ja, dat is fucking vaak. Hoe gaan we dat doden dan? Ja, gewoon plat drukken. Tering hij. Kijk, deze keer krijgen. Dit is een typisch hond. Hij gaat niet snel dood. Hij zijn echt fucking hard, hè? Ja? Ja.
Zo, er zijn twee. Lekker voor hem. Zeg dat ook maar tegen je neefjes, motherfucker, broertjes en je opa. Nee. Oh, is die hoor. Ja jongens. Met een visje. Is normaal. Ze zijn echt wel blij, hè? Toch een week op morgen al. Lekker hoor. Zitten en ik zei, we werden wakker en we zeiden van, ah, oh, kut zo. Blankie. Blankie. En we kijken zo en die top gaat piep. Die top kon. Lekker. Maar echt, uit de maas periode, we gingen echt snel de boot. En Chitter deed echt perfect. Ja, ik vol. Mootje erachteraan. Broek. Die vis heeft geen kans gehad om zich vast te zwemmen. Broek helemaal de week. Dat maakt niet uit. Maar we hebben geleerd van de rot dus. Ja, we hebben gestreden. Nou jongens, kijk dan, dit is hem dan. Prachtig visje, hij is echt wel lekker hoog gebouwd. Voor een schub. Ja, zo een hele kleine. Gemiddeld gewicht zal tussen de 10 en 12 kilo zijn, hoorden we. Hij was sterk joh, lekker gevochten. Dikke drill onder de top. En ja, toch de tijgenoten, toch de stek waar we gisteren een aanbod hebben gekregen. Dus ja, in principe hopen we daar nogal wat op. Maar het is wel heel rustig en warm. En geen wind. Dus maar ja, kijk dan dit. Het is toch een perfect beestje. Ja, jongens, de fotoshoot in het water verder gaan. Ja, prachtig visje. En kijk dit dan. Die omgeving tussen de takken, rotsen. En op zo'n groot water. Zo vet. Oeh. Zo'n visje doet meer voldoening dan een 30 in Nederland. Dat is echt vet. Kijk die bicep ook even. Oh, niet normaal. Hoe is het? Hoe is het? Beat, zei even de vis terug. Ja, weet je. Ik dacht ik heb een goede fotograaf, maar ik moet kijken. De matte zee. We zouden hem in de zomer filmen dat hij terug zwom. Hebt hij dus het verkeerde knopje ingedrukt. Er staat dus niks op beeld. Ah. Zo, is er een piepen? Ja. Jongens, hij ging. Wat? Waarom stopt hij nou? Ja, ik zie wel tik op top, ik pak hem. Ja. Ja. Ah jongens, run. Woe. Ik ben net aan het zwemmen. We gaan los. Ja, het zit naar de vis toe. Als de vis aan zit. Echt niks aan. Hij zit dus toch wel wat aan, zegt shit. Het is toch uit. Die is klein. Ja, wel karper. Ja, spiegeltje, echt super klein. Oh, nice! Ben ik aan de beurt? Kut, sir. Koning! Echt denk ik 2 kilo. Oh, heerlijk. Nou, ik denk dat hij de 2 kilo niet haalt. Zo klein. Ja. Dus toch die run, dat is toch waar. En op de tijgenhoekjes, jongens. Zie je, je hebt helemaal geen boys nodig om naar Frankrijk te gaan. Lekker, man! Nou, dames en heren, daar is die. Oh, een maatje. Pannenkoekie, lekker hoor. Ja. Nou, op zich mooi visie, zwaar veel potentie. Kijk hoe hoog die is, hè. Dat is echt niet normaal. Ja, dat is bizar. Maar ja, denk, ik zou het niet weten. Hij weegt niet veel, maar toch leuk. Ja, toch een echte pannenkoek. Eerst een Franse vis en het is ook echt een Franse vis. Hier kom je gewoon voor naar Frankrijk. Mooi. Het zijn ook de gewichten die we verwachten. Nee, maar dat maakt me helemaal niks uit. Zo'n groot meer en vis, dat geeft zoveel voldoening. Dat is waar, 150 hectare. Is niet niks. Dat is best een slokje waard. David Fish Team Next Level. Lekker. Dames en heren, ik sta hier voor de marker. En ik zit in het bootje uiteraard. Naast mijn tijgers. Ik denk nog 1 kilo of 4. En dat gaan we lekker opvoeren. Want we gaan kassen. Dan komen we waarschijnlijk morgen overdag hier terug. Want het is toch wel goed geweest. We hebben in 1,5 dag hebben hier dus 3 runs gehad. Ja, dat is best veel. Aangezien wordt dat mensen een week lang niks hebben gevangen. En het is toch zo warm weer. Het zijn niet de grootste vissen. Maar die proberen we nu wel te roken door veel te voeren. En dan de volgende keer buiten de voerstuk vissen. Dus dat is een beetje de tactiek. Hier is precies het einde van het taluut, 6 meter diep bij de marker. Dus we weten gewoon dat we hier lekker verspreid kunnen strooien. En dan komt het helemaal goed.
ben even gek aan het voeren geweest. Ja, dat is niet normaal hoor. Echt een fucking vet mooi water. Het is zo groot. En ondanks dat we twee relatief kleine vissen hebben gevangen, die van Chitten was denk ik 4, die van mij 7, 8 kilo. Daar ben je er echt super blij mee. Het geeft wel voldoening. Zeker omdat er ook, ja, zat mensen hier niks van heel de week. Met zulke omstandigheden. Dus ja, echt super chill. En we gaan lekker door. En tot we die bak hebben. En ik denk dat het helemaal goed moet komen. Het vast wel lukken. Ah, we hebben wel zin in een stukje kom, hè? Maar we weten even niet waar de messen zijn. Dus dan doen we het maar zo, hè? Zo jongens, we gaan verkassen. Ik ga met de boot en al deze zooi moet in dit 200 Raptor bootje. Wordt een uitdaging. En Chitte, de baas, gaat met de fietscar en mountainbike over de bergpadjes met allemaal uitstekende rotsen en takken. Je moet wat! Ja, je moet wat. Hij hoort wel strijden. Ja, weet je, al die moeite, dat gaat beloond worden met een bak. Met twee bakken, ik voel het. Let's go! Mijn vervoersmiddel zit vol. En die verf? Ja, niet helemaal. Maar even gaan kijken. Ik heb toch wel even. Het zijn iets andere wegen als in Nederland. In Nederland kan je al boven het gas fietsen. Normaal in Nederland heb je al niet zoveel pet. Niet zoveel geluk met de fietscar. Nee, dus het gaat nog wel lachen worden. Ja, mountain, gaat echt. Met de fietscar over een mountainbikepad. Dat is wel niks, hè. Hoe zit die vast? Met twee spinnen. Ja, niet, dit is mooi, jongens. Ja, dat is een pinnetje van een weegzin. Er zit gewoon kort in. Is er natuurlijk voor gemaakt. Moet kunnen. Ja, moet kunnen. Zet hem op, rij maar weg. Hè. Ik ga ja, even filmen. Loop maar weg. Nee. Soldaat. Ik zie jou. Gaat het. Zo, lopen is wel zwaar. Zo, het busje zit weer op slot. Hopelijk dat we hebben geen geblindeerde raam ofzo. Dat er niet wordt ingetikt, want je weet natuurlijk nooit dat het kan. Jaloerse vissers. Maar we gaan maar uit van de goedheid van de mens. Ja, jongens, ik zit direct te chillen uit een bootje. Lekker een bekje fris erbij. Denk toch? Ja, ik denk toch dat ik vanuit dit bootje het beter heb gericht dan Chitten. Die is nu lekker te zwoegen op het fiets, motormakepad met zijn fiets. Hoor. Ah jongens, het is wel weer vet hoor. Kijk dan joh. Wat een water, wat een avontuur. Dave Fish Team 3.0. Doe even een bruiduimpje omhoog in ieder geval. Voor de moeite die we nu doen om een vette video te maken, dikke vis te vangen. Want een dikke vis hebben we wel verdiend, denk ik. Ze hebben al zoveel tegenslagen gehad, maar nu eindelijk, hoop ik, gaat nu eindelijk de goede kant op.